En waterpomptang. En waterpomptang. Ik denk dat je alles wat je open maakt, nu naar rechts. Ja. Hey. Gaat hij zo open of gaat hij juist dicht zo? Ja, dat moet ik dus even aan het plasticje zien. Zal ik anders draaien dat jij ziet? Ja, maar kijk, het gaat erom. In principe is hij nu los, lijkt mij. Oké, nou trekken. Of niet? Nee, is niet. Nee. Ja, hij moet eruit komen natuurlijk. Nu draai je hem vast. Nee, je wil alles draaien, alles wat open draait, doe je naar rechts. Kijk, hij is nu hier los. Kijk, er komt nu ook water uit, ja. Zie je? Toppie. Er loopt met heel veel water uit. Maar misschien kan hij wel gewoon niet eruit bij deze wasmachine. Dat er alleen maar dat je hem kan opendraaien. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Ja, yes, oh, daar gaat hij hoor. Yes. Oh, kijk wat een bagger. Jongen, alles komt eruit. Dit is het probleem. Kijk wat erin zit. Lekker, Lexie. Oh, nee, dat komt er echt. Moet je kijken? Ja, ik zie het. Wacht. Wat erin zit? Kledinglabels, takjes, lollies. Oh. Ja, dan moet echt even meer op zijn kop. Want dan komt er echt veel meer water uit. Yes. Dit was de bedoeling. Lang leven de waterpomptang. Daarom heb ik hem altijd in de keuken. Thuis heb ik hem altijd in de keuken laten liggen. Maar nou denk je dat ik het weer ga doen nu? Nou ja, ik denk dat er iets met de waterafvoer aan de hand is. En dat zie je nu dus ook wel. Want er zit een water in dat ding waar je bang van wordt. En helemaal verstopt. Dus ja. Ja. Elke wasmachine monteur die zit te kijken, die denkt, nou, ja, hier, ze komen zelfs muntjes uit. Volgens mij is hij leeg, ik weet het niet zeker. Ja, dan heb je kans dat hij misschien aan toch wel doet nu. Ja, dat zou best kunnen. Nee, er komt nog steeds water uit. Damme! Helemaal zei ik dat de broek weer. Ja hoor. Niet op mijn bed. Ja, maar die was goed aan. Lekker, lekker water. Oh, oh, oh. Ik kan hem ook gewoon even zo laten staan. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Komt er nog water uit? Ja, nog steeds. Nog steeds, kom. Ja, maar ja, ik denk dat het er... Moet alles eruit nu dan? Nou, dat zou wel handig zijn. Grotendeels in ieder geval. En dan gaan we hem zo op centrifugeren zetten. Laten we hem gewoon even los staan. Hier. Zo, klaar? Ja. Okay. Kijk. Maar, zullen we daar even daar naartoe zitten? Ja. Nou, wacht even. Eerst ga ik even dit erom mee kijken wat erin zit dan. Ja. Plastic. Is ook niet te goed, hè? Ik ben niet bezig met je weghalen. Is ook niet te goed, hè? Nee, kijk, niet goed voor de wasmachine. Ik ben bezig hier. Troep, hè? Ja, bah. Bah. Dames en heren, we maken even de waterstop schoon. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Moeten we niet vergeten het waterkraantje zo weer aan te zetten.
Is hij hier helemaal schoon ook? Nee, ik zit hier nog op mijn baggen. Oh, schuif het uit. Ligt er niet een handdoek of zo, dat ik even op mijn knieën kan? Spijt niet serieus. Nou, nee, ik ga me even douchen. Van je vrienden moet je het hebben. Ja, inderdaad, dat is spijt niet serieus. Ah. Ah, ligt er daar niet een handdoek? Dan geef je het tafelkleed. Moet toch nog in de wasmachine? Jezus Christus, Marius. Wat? Is toch fantastisch? Ja, het leeft in Utopia! Ja. Fantastisch, jongens. Moeder zou echt zeggen, oh ja. Meid, het echt. Maar er kwam dit uit de waterstok, Milène. Ja, kijk. Visie, ja, daarom deed je niet. Ja. Zootje water, windjes, alles. Alles kwam eruit. Ik zei het al, is de filter niet gewoon vol? Maar deze kregen we niet los, maar met veel pijn en moeite. Met de waterpomp dan. Hup, kraantje aan. Even checken voor de zekerheid of je het weer gaat doen. Even afpompen. Ho, oh, de waterkraan erop. Dan moet ik de achterkant weer even vastschroeven. Er kwam er water uit? Nou, dat wil je niet weten. En bladeren in de hele rambam. Oh. Kijk, volgens mij staat deze nog in de stopcontact, toch niet? Ja. Allebei. Ja. Oh. Mijn was is eruit. Hé, hey. Dat hebben we niet gedaan. Is die droog? In de droog hebben we hem niet eruit gehaald. Ja, deze is niet droog. Maar ik laat ze heel even losstaan. Dan ga ik even kijken wat die gaat doen nu. Is ook niet droog. Maar is het, ik ga even dus nu douchen. Ja, fantastisch. God, staat hier helemaal blank. Ja, dat kwam mama uit die, sorry, ja. Uit die machine vandaan. Je hebt het gezien. Ja, zeker. Zie je? Wat moet je zonder waterpomptang? Ik zei het toch? Ja. Daarom is hij in de keukenla. In de keukenla? Thuis, ja. Oh, bij jou? Ja, ligt hij in de keukenla. Ik kan nooit de tang vinden. En een waterpomptang keer alles mee, zeg ik altijd. Het was nat. Alles is nat. Kraantje aan. Wat wil je doen? Ja, even een kraantje ga ik aan doen. En dan ga ik de trommel er weer op maken. Hé, hey, maar moet je niet. Moet eerst die top zit er weer op? Nee, geen. Ja, die zit er ook weer op. Oh! Zal ik het water gewoon even lekker daar naar doen? Ja, gewoon naar buiten. Hey, ik ben hier niet gekomen om te bouwen, hè? Nou, jij wel toch? Nee, niet alleen maar bouwen. Ik ben nou alleen maar aan bouwen. Oh, schroeven eruit. Zie je, huisvrouwen kennen ook alles, ja. Hè? Gaat in één het andere ding aan. Nou, waarom wil die niet? Nou, het ergste water is er kwam er water uit, hè? Ja.
Ze hebben natuurlijk de was van Jens. Hm? Dan kan je het toch ook gewoon thuis zien? Ik zou dat thuis doen. Oh. Nou, Huppie de Pup. Waar mijn truc? Loel. Centrifugeren, 1400. Tan, 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 tan. Oh, Godzij. Ja, joh. Ik zal Jessie weer eens even... Ja! Ja, ik hoor hem pompen. Ja, goed zo. En hij gaat draaien, Alexandra. Je bent fantastisch. Ja, we gaan eerst kijken over 13 minuten of het er droog uitkomt. Had ik de waterkraan aangezet? Ja, hè? Ja, handig. Hè? Had ik de waterkraan aangezet? Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar ik laat hem wel even staan, zo. Oh, maar staat nou niet... Nee, maar dat maakt niet uit. Je gaat die een beetje wandelen. Als hij maar gaat centrifugeren, want dat deed hij net niet. Ja hoor, volgens mij gaat hij doen. Volgens mij gaat hij centrifugeren. Heb je nou die troep weggegooid? Welke troep? Ja, die uit het bakkie kwam. Ja, dat had ik aan de rest even moeten laten zien. Ja, dat is het niet. Het zag gewoon vies uit. Dan moet zo'n zakken voortaan liggen. 11 minutes. Nou, hij gaat toch echt centrifugeren, jongens. Het is een wonder, maar iedereen moet ook gewoon voortaan daily program doen. Ja, inderdaad. 40 minuutjes. Is het gewoon schoon? Precies. We gaan de tijd ook even bijhouden. Hij zegt nog 10 minuten. Kun je ondertussen douchen, Lex? Ja, oké. Okay. Dan gaan we morgen aan. Ik zie je over 10 minuten. Ja. Maar zoals het er nu uitziet, gaat het goed. Oh, dit deed hij net niet. Ik weet het niet. Nee, een rondje daarvoor niet, nu wel. Hij pompt het water ook weg. Nou, ik ben zo terug. Ik ga eens even naar de wc. Ik heb de hele dag al last van mijn buik.
Ik nooit meer. Never. Nooit meer met dezelfde blik. Laten we dat. Ja. Ja. Dat je nu zo. Nou, er komt nog heel veel sop en water uit. Daarom duurt hij langer, denk ik nu. Heel veel sop. Ja, er zat met een water in, hè? Ja. Ik denk dat hij nog wel een keer moet centrifugeren zo, hoor. Kijk, moet je kijken wat een water erin zat. Ja. Ik ga hem nog een keer centrifugeren zo. Maar de tijd klopt. Ja, ik heb hem getimed. Dit klopt ook. Doet hij thuis ook zo? Nog een rondje draaien? Hè? Ik heb zo'n heel leuk dingeltje als hij klaar is. Tiri-li-li-li-li-li. Dan zit ik in de woonkamer, dan hoor ik hem al. Dan denk ik, ah, is klaar. Misschien gooi je er ook veel te veel zeeps op. Je moet altijd een beetje azijn erbij gooien. It's unbelievable. Wie ze was is het? Ik denk dat hij van Merel, maar... Hij kan ook van Jens en Milen zijn. Nee, Frenny de topje zit erin. Als Frenny er was, denk ik. Frenny, ja, kom hier hoor. En dan doet ze hem samen met Frenny of zo. Ja. 0 minuten, dat klopt gewoon, Alexander. Nou, hey. Heb je iets al die was buiten dan? Milene. Hij zit nu aan het aftellen totdat de deur open kan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. No. Nee, het moest langer. Hm? Ja. Ja. Ja, voel eens en... Ja, is van, ja. Droog. Droog, ja. Het is droog. Ja. Het is droog. Hij doet het weer. Ja. Wil je niet laten zitten tot deze was klaar is? Nou, waarom? Ja, oké. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. But he's working again. Ik ken gewoon de volgende wasje erin. Oh ja, dit zit hier al. Hier is een kist van Merel. Weer. You don't believe it, but it's working. Oh, wacht even. Anders doe je deze was hierin en doe je die hier daarin. Kijk. Ja. Deze moet, of ga je een andere was draaien eerst? Nee. Kom maar. Hier al. Ik doe het morgen wel. Oké, je was daarin gooien. Zullen we hem eerst even terugzetten? Ja. Eigenlijk moet hij op die pootjes, maar dat maakt niet uit. Hij doet het weer! Nee! Er kwam zo'n bonk water, allemaal troep uit, muntjes, de hele rambam. Moet even opgetild worden daar, want kijk, oh wacht even, nee.
Moet ik ergens achter kruipen? Nee, hoeft niet. Mag jij moeten vertellen anders? Dat komt door die, hoe heet het? Ja, de mat. Anders hou je dat stuk toch weg? Nee, we schuiven hem gewoon erachter. Ja, duwen. Jongen, er kwam een troep uit. Er stond helemaal blank hier. Ja, en uit die waterstop? Ik zal hem lekker zo houden. De groeten. Oh. Dan steekt hij de mat erin. Ik heb hem nog een keer op centrifugeren gedaan. Oh, heb je expres gedaan. Oh, hij doet het weer. Jongens, wat een heldinne. En 10 minuten is 10 minuten. Nou, je meeste werk heb zij gedaan. Ik heb alleen maar helpen sjouwen en schoonmaken. Er kwam mijn munt uit, jongen. Er kwam zo'n brok met troep uit die stop vandaan. Godverdomme. Ja, joh. Nou, meid, we hebben weer een goede daad verricht. Althans, meer jij dan ik. Dankjewel, lieve. Liefie. Het komt er ook gewoon droog uit. Ja, ik heb er net een was in gegooid van Merel die erin zat. Die heb ik gecentrifugeerd en het komt er bijna, het is gewoon goed. Ik krijg alleen die droge er niet mee. Maar iedereen moet gewoon zijn zakken legen. Maar wat kwam er allemaal uit dan? Ja joh, muntjes kwamen eruit. Van alles en nog wat. Je wil het niet weten. Eén bagger zo. Stukjes van lipjes. Echt? Ja. En een water. Ja, ik blijf het zeggen. Er zitten hier mensen... waarvan de moeder thuis nog een dans doet. Ja, en we moeten hem gewoon op daily program zetten. Als je hem gewoon op daily program zet en je zet hem op 40 graden, dat is gewoon 38 minuten. Dat is gewoon zat, hier. Zo smerig wordt je, kijk, hier zelfs, dan liggen er ook nog. Jongen, Alexander, heb je lopen dweilen hier, er kwam wel water uit, dat wil je niet weten. Ja, maar ik blijf erbij, sommige mensen kunnen ook gewoon niet wassen. Die laten hun moeder alles doen. Ja, dat klopt. Maar er kwam echt. Alexander heeft het weggegooid. Kijk of je het nog ziet hier. Ja, ik geloof je. Nee, het zit hier niet. Een prut, jongen. But you fixed it. Yes. Kijk, zulke stukken zaten erin. Helemaal vol. Ja. En dan ga ik gewoon elke 2 of 3 dagen gewoon dat doppie loshalen met de waterpomp dan. Kijken of dat gaat helpen. Ik zou het niet te vaak doen, want dan wordt dat doppie lam. Hè? Ik zou het niet te vaak doen, anders wordt dat doppie lam. Krijg je er niet meer op. Die is al lam. Dat was dus het geval. Zo, was je erin. Klaar. Ga ik morgen eindelijk wassen. Nou, kijk, beter dit komt eruit, moet je voelen. Nou, er zit wel een beetje wollachtig truitje. Oh, is het droog? Ja. Beter. Goed nieuws. Wat dan? Hij doet het weer. Nee. Er kwam, die waterstop hebben we losgekregen. Er kwam alleen maar baggertroep uit. Muntjes kwamen eruit. Muntgeld? Nee, de muntjes van de... Nee, muntjes van de dingen. Oh. Ga je nu een natuurassijn was draaien? Nee. Ik heb die was de krat die erin zat met die handdoeken. Die gooi ik er nu in. Oh, nee. Voor welke handdoeken? Van Merel. Oh, wacht. Mijn spullen er ook bij. Maar kijk, nu komt het zo eruit. Voel. Beter? Ja.
Ja, maar de handdoeken van jou zitten daar volgens mij ook bij, of niet? Nee, hier liggen allemaal. Niet er even, maar we moeten gewoon ook dagelijks programma's draaien. Ik heb geen handdoeken meer, geen sokken meer. De achterkant hebben we gewoon losgeschroefd. Handdoeken meer. En hem losgehaald. En toen met de waterpomptang toch dat ding door kunnen draaien die wij vorige keer niet los kregen. Lexie heeft dat hele ding naar voren gehaald. Ja? Ja. De wasmachine naar voren getild. Okay. Toen hebben we helemaal op zijn zijkant gehouden en bleef water uitkomen. Maar ga je nu een korte was doen? Ja? Is dat lang genoeg? Ja, dat is lang zat. 38 minuten? Ja, dat is lang zat, joh. Dagelijks programma. Oké. Okay. En hij was nog zeiknat. Nou, we hebben de tijd gemeten. We hadden centrifugeren gedaan, 11 minuten. En precies na 11 minuten was hij klaar. Ja, dat scheelt weer 100 euro's voor de BV. Maar dus ik ga wel elke week dat ding loshalen. Ja. En iedereen moet zijn zakken legen van tevoren. Ja, terecht. Anders krijg je straf. Lipjes, alles komt eruit, joh. Hier, kijk, leg een muntje. Oh, man. Ja. Heb je toevallig een relatie gehad vroeger met een wasmachine-reparateur? Nee, maar ik heb wel een relatie gehad met iemand die heel veel waste. En toen was die ook altijd stuk. Oh, ja. Ja, dat ging ik ook elke week maken. Ja. Toen had ik gewoon het boekje opgezocht. Volgens mij staat hij nu op pauze. Nee. Ja. Hij gaat hem vullen, denk ik. Ja. Goh, dat heeft je goed gedaan. Of heeft Andrea het gedaan? Nee, met Lex samen. Nu net? Ik heb met Lex net gedaan, ja. Ja. Geweldig. Kijk, hij gaat goed. Blij dat we geen nieuwe hebben gekocht. Nee, maar dan gaan we eerst proberen voordat je een nieuwe koopt. Ja, tuurlijk. En anders ga ik kijken of we erin kunnen leasen. Of via tweedehands witgoed of zo. Ja, mooi. Hele mooie ontwikkeling. Maar dit is nu nat. Ja. Dus dit moet nu de droog. Ja, maar hier zit nog spul in de droog volgens mij. Ja, van Jens en Milene. Dat is bijna droog. Dat is natuurlijk nog een laatste wasje. Ja, dan was je toch thuis, of niet? Ja. Huh? Ja, zou je denken. Ja, fantastisch. Oké. Okay.